Taxichauffeurs in het bauxietstadje Mungo hebben het ontzettend moeilijk met de hossel. Niet alleen de gevolgen van de pandemie, maar ook de concurrentie met de bussen van de overheid zijn zaken waarmee de taxichauffeurs dagelijks moeten vechten. Onze nieuwsdienst sprak in Mungo enkele taxichauffeurs over de omstandigheden waaronder zij gebukt gaan. De chauffeurs vertelden dat zij het zeer moeilijk hebben, maar geen andere opties hebben dan door te bijten. Ook vanwege hun vraagprijs kiezen klanten er liever voor om met de staatsbus te reizen. Je weet, taxi is iets dat, het is up-down business. Je weet, als je komt, je vindt mensen, je gaat, je hebt wat voor de dag. Maar voor de rest, het is een hossel dat je elke dag moet ervoor bidden, begrijp je. Het is niet dat we iets in handen hebben, helemaal. Weigeren je mensen die niet gevaccineerd zijn om in je auto te komen? Nee, reden waarom? Omdat het is de eigen bestwil van die persoon zelf, begrijp je. Als die persoon komt van, hey, ik wil naar de stad, zonder een mondkap ga je niet in de auto, begrijp je. Dus je kan niet een verplichting zijn voor de mensen om in de auto te komen. Al dus een part-time chauffeur. Enkelen wilden niet in beeld komen, maar vertelden ons dat een fulltime baan als taximan nooit meer hetzelfde zal zijn als voor de coronacrisis. De chauffeurs stellen dat zij ook bijbaantjes hebben om het hoofd boven water te houden. Dat naam model, soms zij go, soms zij nee go. Maar ik ben mooi tijd al lang over in ons, maar. Want ik zei, de mapotomelantibus die aan het Chimongo die. Dus salantibus die big word, dat we vinden, kan dat smaak nog wat kan gaan lantje. Smaak kwijt zo kwam Chimwagi, smaak gaf een foto. Ik weet niet of je vaccineert, maar je bent vaccineerd. Dat is het idee dat je naar een asma gaat. Je bent naar een lange asma. Dat je een foto hebt, een foto. Asma is een lukus, een chauffeur. Je bent een chauffeur dat je vaccineerd bent. Je bent vaccineerd. Maar je hebt iedereen bijvoorbeeld voor een mondkap voor de zekerheid. Of is dat asma boos met me dat toch? Je beschermt is er. Ja, dat wel, want iedere stuk voor de pijn. De meester weet dat ik alles mag mondkap. Ja, dat wel weet ik, dus maar meester Sabi, in de mango, druk ons maar te kunnen doen dat. Niet alleen de taxibranche in Mungo is minder geworden. De nieuwsdienst sprak in Paramaribo ook enkele chauffeurs die dezelfde route onderhouden. Deze geven ook aan dat het busvervoer van de overheid veel vaste klanten van hen heeft toegeëigend. De locatie aan de Drambrandesgracht, waar de taxichauffeurs sinds 2016 gedwongen zijn te stationeren, heeft volgens enkelen ook verandering meegebracht sinds zij niet meer aan de Saramakastraat mogen staan.